Ja, en we zijn weer live. Van harte welkom. Het is vrijdag 11 september. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show, nummertje 21 alweer. Wat onwijs tof dat jullie er weer bij zijn. De live show, Follow Your Wind live show, to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet voor onze epic life gaan? En vandaag gaan we daar weer met z'n allen aan werken. En we gaan in deze keer gaan we eraan werken aan ons mentaal sterker maken. Want als we kijken naar waar we één ding zeker van zijn, is dat het lichaam wat we hebben gekregen, daar zullen we het ons hele leven mee moeten doen. Dus laten we eens kijken hoe we zo optimaal ons lichaam kunnen benutten. Hoe we onszelf zoveel mogelijk energie kunnen geven om alles uit ons leven te halen. Daar gaan we het vandaag over hebben met onze gast. We gaan kijken ook naar de wetenschappelijke kant van onze brein en onze biochemie. En hoe kunnen we nou eigenlijk ons energielevel beïnvloeden? Of eigenlijk met welk bioritme functioneren we nou het beste? En je krijgt gewoon exact per uur te weten wanneer wat te doen, zodat je het optimaal benut, je lichaam. We gaan het ook hebben over de anderhalve meter afstand, wat voor invloed dat heeft op onze energie. Bepaalde mindfucks die we zelf onszelf opleggen, die ons onnodig veel energie kosten. Hoe we dieper kunnen slapen, want wist je dat een kwart van de Nederlanders hebben gewoon slaapproblemen? Dus ik dacht, dat gaan we ook eens aantikken. Hoe kunnen we nou dieper slapen, dat we op betere ideeën komen? En hoe kunnen we ons geheugen ook verbeteren, dat we meer kunnen onthouden, makkelijke dingen kunnen onthouden? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben vandaag met onze gast die we hiervoor hebben uitgenodigd. Nog even voor de nieuwe kijkers die er ook bij zijn. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Dit is dus de Follow Your Wind live show. We praten hier over ondernemen en investeren. En wil daar ook even een disclaimertje bij plaatsen. Dat is wat wij vandaag met je gaan delen. Dat is slechts een idee. Het is niet de waarheid. Die mag je zelf gaan ontdekken. En daar nodigen we je ook voor uit. Gewoon ga je eigen visie ontwikkelen. En maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker. Zodat je nog sneller op je eigen voorwaarden kunt gaan leven. Want dat is waar we met z'n allen met Follow Your Wind voor staan. Daar willen we je ook in motiveren. En weet dat we deze live show, die maken we speciaal voor jou, maar ook met jou. Weet je kunt live deelnemen. Dus top dat je er nu bent. Je kunt gewoon via de chat, kan je ook je vragen stellen. En doe dat ook zeker. Ik hou dat continu in de gaten. Als ik denk dat er een goede vraag is die ik kan stellen op dat moment, dan zou ik dat ook voor je doen. Dus we maken deze live show echt samen. Ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. Laat het ook eventjes weten in de chat. Ik zie dat Björn, die volgt het vanuit Beverwijk. Nieuws vanuit Lutjesbroek. Jacqueline uit Oost-Zouwburg. Ligt bij Middelburg in Zeeland. Top dat jullie er allemaal zijn. Maarten uit Oosterhout. Top dat jullie er weer zijn. Ik zie ook weer bekende gezichten. Helemaal super. Laat ik de gast van vandaag even gaan introduceren. Ik deed natuurlijk vorige week even een oproep via de mail van hey, wie wilde volgende week of deze vrijdag in de uitzending komen? En toen reageerde onze gast. En normaliter kan zij dus niet. Ze is veel gevraagd. Spreker en trainer. En ze traint eigenlijk iedere vrijdag, behalve deze vrijdag, en komt ze dus in onze live show. Maar ze wordt dus vaak gevraagd. Ze is onder andere gevraagd door DAF, door Philips, door Essent, door de Rabobank. Dus echt wel door grote bedrijven. En onze gast die heeft dus onze brein en biochemie heeft ze bestudeerd. En daar komt ze nu alles over delen met ons in deze live show. Ze traint ook BN'ers om gewoon zo optimaal mogelijk te presteren op een hoger niveau. Dat doet ze door haar eigen methodiek, de Top State methodiek. En ze was ook eens te zien in het VPRO tegenlichtprogramma, ook als persoonlijk energiemanagement expert. Dus we zijn super trots dat ze vandaag tijd vrijmaakt voor onze live show. Ik zou zeggen, geef een heel groot applaus. En jullie weten hoe je dat kunt doen. Hè? We hebben dat duimpje omhoog onder de video. Je helpt ons daar natuurlijk ook mee. De video's scoren daardoor beter in YouTube. Als je dat zou willen doen, heel graag. Geef een duimpje omhoog.
En daarna komt ook onze gast in de uitzending. Ik zal het je nog eventjes laten zien. Dus hier vind je dat duimpje onder de video. Klik erop. Klik natuurlijk ook even op abonneren. En op dat belletje dat je alles wil ontvangen. We delen vaak 2 keer per week interessante video's. Als je dat doet, dan ontvang je die ook. En bij deze, van harte welkom, Chantalle Wemer. Yeah. Oh, thanks. Hey. Wat een mooie aankondiging, dankjewel. Nou, graag gedaan. En we zijn onwijs dankbaar dat je even tijd voor ons vrijmaakt op deze vrijdag. En alles komt vertellen over ons brein en de biochemie. We zijn heel leergierig en we willen er alles over weten. En ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd. Waar is jouw fascinatie ontstaan voor het brein en onze biochemie? Want van oorsprong ben je toch eigenlijk fysiotherapeut? Ja, leuke vraag vind ik dit altijd. Waar is het ooit ontstaan? Dat is echt al een hele tijd geleden. Ik ben altijd heel benieuwd geweest van waarom presteert de een nou beter dan de ander? En hoe zit dat dan in het systeem? En waarom raakt de ene sporter geblesseerd en de andere niet? Dat waren vragen die ik echt wel had zo rond mijn 17. En toen heb ik gekozen voor fysiotherapie om erachter te komen van hoe presteert iemand nou het beste? Met zijn lichaam, maar zeker ook met zijn brein. Dus vandaar ben ik als fysiotherapeut gestart, maar daarmee waren mijn vragen eigenlijk onvoldoende beantwoord. Ik ben vervolgens kinderfysiotherapie gaan studeren en ik heb arbeidsfysiotherapie gestudeerd, ik heb psychosomatiek gestudeerd binnen de fysiotherapie en nog steeds had ik het niet gevonden. Toen waren we natuurlijk ondertussen alweer jaren verder en ik dacht, ja, ik ben als fysiotherapeut, zeker in het vak psychosomatiek, vond ik mezelf een beetje aan het pappen en nat houden. Je gaf wel oefeningen en je ging met mensen wel kijken van hoe komt het nou dat je verhoogde ademhaling hebt of wat vaak last hebt van hoofdpijn of niet goed helder na kan denken. Maar uiteindelijk kwam ik met mijn oefeningen eigenlijk niet tot die kern. En dan ben ik gewoon zo nieuwsgierig dat ik denk, ja, ik wil weten wat het dan wel is. Nou, en toen ben ik biochemie gaan studeren en later nog in de neuropsychologie. En toen had ik eigenlijk een soort handleiding van de mens te pakken. Daar werd ik wel heel enthousiast van. En dat is nou waar ik nu trainingen in geef, van hoe maak je jezelf nou heel zelfsturend in die twee systemen. Dus het is een hele lange weg geweest. En uiteindelijk denk ik dat we een heel mooi programma ontwikkeld hebben waarmee mensen zichzelf top aan kunnen sturen. Ja, maar is jouw visie dan ook dat jij denkt van, of nou eigenlijk ook wel hebt gezien nu, dat we gewoon heel zelfsturend kunnen zijn? Hè? Vaak is het toch, we gaan naar een fysio toe en dan denk je, oh, ik heb wat last in mijn schouder. Nou, laten we maar even naar de fysio gaan. Die lost het dan weer op. Maar dan we outsourcen eigenlijk het probleem. We geven eigenlijk het probleem aan de fysio. Nou ja, ik heb er last, los jij het maar op. En vaak zie je natuurlijk ook dat het weer terugkomt. Ja. Was dat ook iets wat er bij jou zat van ja, ik ben telkens die zelf aan het drukken en die problemen tijdelijk aan het oplossen en wilde je eigenlijk een langdurige oplossing? Ja, dat beschrijf je heel mooi. Dat was precies mijn irritatie of mijn frustratie eigenlijk meer die daar toen ging ontstaan. Dat mensen kwamen en die zeiden, goh Chantal, hè, hier ben ik met mijn schouder of met mijn ademhaling. Ik functioneer niet helemaal lekker. Hier ben ik. Ik kom 2 keer in de week. En kan jij het voor me oplossen? En als je weet dat je jezelf heel goed kan aansturen, dan gaat dat steeds meer in jezelf botsen. En daar had ik dus inderdaad last van. En dat ik dacht van ja, dit is volgens mij niet de juiste insteek. Niet die bij mij past in ieder geval. Ik geloof heel erg in het zelfsturende van de mens. En ben ook gaan zien hoe we dat zijn vergeten. Het is eigenlijk een hele simpele wijsheid. Ook wel, want het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te leren, die spelregels. Alleen zijn we het zo vergeten. We zijn heel erg gewend om bij iemand anders de oplossing te zoeken. En als het een keertje misgaat, ook een ander de schuld te geven. Of een situatie, of een hek zat niet lekker in mijn vel. Of, terwijl je daar eigenlijk ongelooflijk veel grip op hebt. Ja. Ja, dus lieve kijkers, hou je maar even je hart vast. Het kan natuurlijk ook confronterend zijn. Vaak zit het probleem niet bij de ander, maar bij onszelf. Maar tegelijkertijd is dat ook wel iets moois. Als je er voor open staat, kun je ook weer heel veel zelf bij jezelf ook weer oplossen. Hoe zie jij in ons voorgesprek zei vond ik dat jij het heel mooi zei van hoe jij de mens ziet. Want de mens bestaat volgens jou maar eigenlijk uit 2 dingen, toch? Ja, zal ik het vertellen? Ja. Ik zeg altijd, en dat is ook wat ik met je deelde afgelopen week. Ik denk een mens bestaat uit een brein en een zak hormonen.
En die zakhormonen, die vond ik eigenlijk, hè, daar leerde ik mee werken vanuit die biochemie. En het brein stuurt die zakhormonen aan. Ja, dus ik geloof echt, en dan heb ik het vaak over ons als systeem of organisme, zeg ik ook wel. Hoe werken die systemen dan? Ja, dus ik geloof dat we uit die twee bestaan. Ja, dus enerzijds ons brein, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Anderzijds een bak hormonen of de biochemie, hè, wat we onder ons hebben dan. En dat zijn dan alle stofjes die we bij ons hebben en stofjes die aangemaakt worden. Dat is biochemie, toch? Precies. En toen ik alleen nog maar biochemie had gestudeerd en mensen die bij mij kwamen nog steeds als fysiotherapeut, ging ik hun leren hoe stuur je nou zelf die biochemie aan. En als cadeautje gaat je klacht eigenlijk helemaal over. Toen kwam ik er wel achter dat ik het hele verhaal nog niet kende. En ik stuitte eigenlijk tegen dat brein aan. Want dan had die persoon zijn biochemie keurig weer op orde. Maar dan gebeurde er iets in dat hoofd, waardoor die biochemie eigenlijk weer een beetje ontregelde. En toen dacht ik, dat wil ik ook nog weten. En ik werkte al heel nauw met een psycholoog samen. En toch vond ik onze samenwerking, even los van haar als persoon, maar de materie zelf, ik merkte niet dat die biochemie kon beïnvloeden. Of te weinig, laat ik het zo zeggen. Toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk die breinverbindingen, die zo verbonden zijn met die biochemie, dat wil ik aanpassen met mensen. Dus vandaar de neuropsychologie en gaan kijken naar verbindingen in het brein, los van het verhaal wat erachter zit. Want dat vind ik misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Ik geloof er heel erg in dat ons brein voor 95% alleen maar onderbewust handelt. En daar hebben we geen idee van welke programma's dat precies zijn en waar we ze geleerd hebben. Dus dat op zoek gaan naar een stukje verleden, dat is eigenlijk 5% van dat wat er in je brein zit. Dus ik geloof eigenlijk meer in om met die 95 aan de slag te gaan, die je altijd kan voelen in je biochemie. Altijd. Ja, dat is heel erg mooi. En hoe kan je eigenlijk zien of voelen dat je biochemie verstoord is? Met wat voor klachten komen mensen bij jou in terecht dan? Slapen kan lastiger worden. Vermoeidheid uiteraard. Hè? Want die biochemie maakt ook jouw energie aan. Hè? We trainen energiemanagement, zeggen we ook. Het aanmaken van die energie, ja, verloopt dat niet lekker, heb je daar net te weinig van. En dat kan als consequentie hebben geheugenproblemen, concentratie gaat achteruit, je tempo. Dat hoor ik ook heel vaak bij mensen die zeggen, ben traag geworden, Chantal. Er zitten steeds minder uren in mijn dag. Wat moet ik daar nou mee? En vaak denken mensen dan aan time management, hè, van dan moet ik mijn tijd beter gaan regelen. Maar eigenlijk is het, je moet je energie beter gaan regelen, want dan word je vanzelf sneller en krijg je veel meer gedaan. Maar ook fysieke klachten, ook niet te vergeten. Hè? Blessures, een tennisarm of een muisarm. Dat vind ik ook allemaal mooie voorbeelden waarbij het lichaam gaat laten zien, hey, het werkt niet meer zo lekker met die biochemie. Dus dat zouden we ook gewoon, fysieke klachten kunnen we gewoon ook oplossen door meer te weten te komen over onze biochemie, om dat beter op orde te hebben en ons brein. Ja. Het samenspel van die twee heeft ongelooflijk veel invloed op jouw vitaliteit en op jouw welbevinden. Ja. Mooi. En vaak hebben we er niet aan. Hè? Sporters zeggen wel heel vaak, ja, Chantal, die blessure, weet je, ik train ook gewoon veel. En nee, wij zouden van origine met onze systemen gewoon die rondes kunnen lopen en die training kunnen doen. Maar als die biochemie een beetje ontregeld is, dan gaat het al heel snel anders lopen en ontstaat er echt eerst een soort pre-blessure en uiteindelijk ga je hem echt waarnemen en dan denk je, hè, verdorie, dat is net dat rondje rennen te veel geweest. Maar eigenlijk heb je daar al een tijdje daarvoor onbewust je best op gedaan door die verstoorde biochemie. En waardoor kan het verstoord zijn, die biochemie? Ja. Nou, om even, wat is dan biochemie? Dat zijn de stofjes dat als wij als organisme in beweging komen, maar dat is ook 's morgens wakker worden, dat is ook een prikkel krijgen om te eten. Ik noem dat wel eens een AB'tje, een stressprikkel eigenlijk die komt, dat wij ons gaan verplaatsen of iets gaan doen. Denken kan ook een stressprikkel zijn. En op zo'n moment gaat ons lijf stofjes aanmaken om ons ook van A naar B te kunnen brengen. Dus als je kijkt naar wakker worden, dat is al een biochemisch proces waardoor wij van slapen naar waken gaan. Dus het is alles waarbij we van A naar B gaan. Ja. Ja. Oh, maar dat is mooi. Laten we dat wakker worden, laten we dat dan eventjes pakken. Dat vind ik wel interessant. Dus wat jij zegt, we zitten eerst in de slaapstand en dan gaan we naar de waakstand dus toe. Ja. En wie begint er dan als eerste? Wie zorgt ervoor dat wij wakker worden? Kijk, wat wij thuis hier doen. Wij slapen dus tegenwoordig ook gewoon, ja, dat klinkt misschien heel gek voor de kijkers, maar wij voelen ons er prettig bij, maar wij slapen met de gordijnen open. Ja.
En wij hebben dus gemerkt dat we daardoor heel lekker wakker worden. Ik weet niet of er andere mensen zijn ook die thuis met de gordijnen open slapen. Of dat mensen met de rolluiken dicht slapen. Als wij dat doen met de rolluiken dicht, dan ben ik om 12 uur nog niet wakker. Maar doe ik om de gordijnen, slapen wij dus open. En we staan zo lekker op. Is dat dan een seintje wat naar onze hersenen gaat? Waardoor we vanuit die slaapstand naar de waakstand gaan? Hoe werkt dat? Ja, zeg je heel mooi. Wij zijn een brok natuur nog steeds en wij reageren op de natuur, waaronder ook het licht. En dat is eigenlijk wat jullie ook ervaren. Dat licht is eigenlijk een van de prikkels waardoor we ook wakker worden. Waardoor die actiestoffen, die actiehormonen, die biochemie op gang komt. Dus licht is daar een heel mooi voorbeeld van. En zeker met een goed geregelde biochemie kun je heel prettig met open gordijnen slapen en dus meegaan met de natuur en de natuurlijke ritmes en bioritmes echt optimaal benutten. Iets anders waar we ook van wakker worden is ons brein. Want ons brein weet precies wanneer we wakker willen worden. Die heeft mee opgelet toen we de wekker zetten. En ons brein gaat ook signalen geven van hey, het is bijna zover. En dat is met een mooi bioritme zou je ook kunnen merken dat je 5 minuutjes, misschien 10 voor de wekker eigenlijk al wakker wordt. En eigenlijk dus een heel mooi ritme hebt gecreëerd daarin. En je brein is daar ook verantwoordelijk in. Ja, dit is mooi. Dat herken ik wel. Want stel dat wij het vliegtuig 's ochtends vroeg moeten halen en om 5 uur op moeten, dan slaap ik dus heel anders ook dan als ik dat niet heb, zeg maar. En dan ben ik ook om 5 uur inderdaad wakker. Ik slaap ook wel wat lichter, moet ik zeggen. Maar ik ben dan ook altijd, dan zet je de wekker op 5 uur, ben ik toch voor 5 uur wakker. Dus dat brein heeft het ook mooi, een invloed, hè? Ja, zeker met zo'n vliegtuig. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Want dat is ook een dagje waarop je ontregeld bent eigenlijk. Hè? Want eigenlijk sta je niet om 5 uur op. Of daar ga ik even niet van uit. Dus om een vliegtuig te halen wel. En dan kan je ook wel voelen in je lijf dat die biochemie niet zo lekker loopt. Ik merk dat dan aan geen honger. Je voelt, ik voel me dan ook eigenlijk niet zo lekker. Of een beetje, griep is een groot woord. Maar een beetje dat je denkt, En dan weet je eigenlijk van, die biochemie, die heeft eigenlijk zijn nacht in de nacht iets anders moeten gaan doen. Hè? Die moest al flink op aan. Waardoor je dat eigenlijk waarneemt dat nog niet past bij het moment. Ja, dan kan je biochemie heel goed voelen. Ja, exact. Ik vind het wel mooi om te zien dat Franciscus zegt, die wordt dus met een zonnelamp wakker. En dat lijkt me denk ik ook wel voor de winterperiode ook wel een hele slimme manier om wat eerder te doen. En Emmy die zegt, als mijn vriend vroeg opstaat, doet hij altijd de gordijnen voor mij open in de hoop dat ik eerder fit wakker word. Ja. Heel goed bedoeld. Ja. Maar wat ik had het al in de intro er ook over dat slapen. Laten we daar ook maar meteen eventjes over hebben. Hoe belangrijk is goed slapen? Al eerst even. Ja, goed slapen, en dat hebben we net eigenlijk al gezien, heeft een hele nauwe verbinding met onze biochemie. We slapen eigenlijk, we kunnen pas slapen als de biochemie heel goed gaat zakken in de nacht. Dus als we overdag heel erg actief zijn, en misschien een beetje overactief, en dat kan ook overactief in je brein zijn, kan ook enthousiasme zijn, dan gaan die stofjes overdag heel erg stijgen, en kan jij lekker al je dingen doen, wat vaak heel fijn voelt. Maar voor de nacht kan jij niet die stofjes meer laten zakken, niet ver genoeg. Waardoor je bijvoorbeeld al anders oppervlakkiger gaat slapen. En ik zeg dan wel eens ook niet meer bij het mooie grote goud uitkomt. Waar de grote energiepunten te halen zijn. Want dat is op een bepaald level waarbij die stofjes weer heel laag zijn. En dat zijn soms ook de mensen die zeggen, ik heb mijn 8 uur wel gehaald. Maar ik word niet helemaal uitgerust wakker. Dan heb je dus het grote goud eigenlijk laten liggen. En dat zit hem niet zozeer in die 8 uur slaap, maar eigenlijk in de dag daarvoor. Dus die ritmes zijn ongelooflijk belangrijk. Dus goed slapen begint eigenlijk al bij op een bepaalde manier opstaan en die hormonen zijn juiste ding te laten doen. Ja, dit vind ik mooi. Dat goud ophalen, zeg maar. Dat motiveert mij ook weer zo om beter te slapen en ook die dag daarvoor of de dag beter te eindigen. Gewoon. Ik ben benieuwd ook bij de kijkers hoe jullie daarnaar naar kijken. Je denkt altijd, ik moet die 8 uur maken. Maar het gaat denk ik veel meer om de kwaliteit van onze slaap daar ook in. Wat kunnen we eraan doen om beter te slapen? Dus dat is aan het einde van de avond, zeg maar, wat zou jij adviseren om dan nog te doen? Dat is niet dat we denk ik achter de computer gaan zitten, nog even een paar mailtjes gaan wegwerken. Dat lijkt me niet zo goed. Dat heb je goed gezien. Misschien wel, wat wel heel veel mensen doen, hè? Laten we dat niet vergeten, ook door de werkdruk tegenwoordig, wordt dat wel heel veel gedaan. Ja,
En zeker ook nu met thuiswerken, maar misschien kunnen we het daar zo meteen nog even over hebben. Ja. Maar in de avond, wat je al heel vaak zegt, vaak denken we als we goed moeten slapen, dan moeten we juist die paar uurtjes voor we gaan slapen, die moeten we goed inrichten. En eigenlijk zou ik dat nog verder door willen trekken. Daar leggen we heel vaak onze slaaphygiëne, noemen we dat ook wel. Hè. Drinken we geen koffie meer, gaan we niet meer voor een beeldscherm zitten, of doen we geen werkactiviteiten meer. Maar eigenlijk als de dag al 's ochtends gehaast begint, heeft dat eigenlijk al invloed op de nacht die komen gaat. Maar daar staan we heel vaak niet bij stil. Als je 's ochtends moeten wij echt als organisme als een soort dieseltje opstarten. En heel vaak zie je 's ochtends als mensen als eerste al naar die telefoon gaan. En in die telefoon staan voor je brein allemaal opdrachten. En dat kan al een opdracht zijn dat je het journaal zou bekijken. En dat je denkt, oeh, ik moet wel oppassen. Met corona of met net welk nieuwsbericht je leest. Daarmee geeft je brein al een signaaltje aan die biochemie. Nou, maak maar wat meer aan vandaag, want we hebben het nodig. Dus zo starten is eigenlijk al niet handig. Laat staan dat je dan misschien nog gaat haasten of moet haasten. Moet die biochemie nog hoger gaan stijgen. En dat bepaalt eigenlijk al of je een hele diepe nacht kan gaan halen. Dus ja, aan het eind van de dag is ook heel belangrijk om eigenlijk 3 uur voor het slapen gaan een soort inkakactiviteiten te doen. Kun je nog steeds aan kleine activiteitjes denken hoor. Dat is niet heel passief zijn. Maar is je brein niet meer heel erg belasten met studiemateriaal of met dingen waar je echt aandacht of focus voor nodig hebt. En ook fysiek sporten zou ik 3 uur voor het slapen gaan niet adviseren. Om maar wat te doen. Ja, ik herken het wel weer. Ik vind het wel moeilijk hoor, moet ik zeggen. 3 uur van tevoren. Dat is als ik om 11 uur ga slapen, dan is dat 8 uur al. Om 8 uur al. Zo, ja. Hè, dan heb je voor je gevoel dat je nog wat misloopt, zeg maar, in die 3 uur. Maar ja, je kunt ook weer niet het goud ophalen, inderdaad. Dus het gaat hier niet om hoeveel uren we presteren, als we maar kwalitatief goed presteren. Beschrijf je nou zo het pijnpunt. Wij willen allemaal zo heel veel. En door dat hele vele gaan wij als mensen een stukje vertragen. Terwijl als je zorgt dat die biochemie heel passend is, red jij het echt voor 8 uur om eigenlijk al je dingen gedaan te hebben. En is 8 uur, of ergens tussen 8 en 9 ga je inkakken. En ga je gewoon wat afsluitende dingetjes nog doen. En lezen, zou dat goed zijn dan? Om dan te lezen? Ja, ik geloof ook nooit in één advies voor iedereen. En dat ieder organisme heeft zo zijn eigen dingetjes. Dus ik kan soms van een thriller op mijn nachtkastje, kan ik bijvoorbeeld dat is niet handig, want dan komen die adrenalines weer. En ik denk, ik wil het weten. Dus het hangt er vanaf wat het is. En per persoon is dat ook verschillend. En soms denken mensen, ja, maar je moet ook niet meer tot laat televisie kijken. Ja, ik ben niet van dat soort adviezen. Ik ben er meer van, neem het bij jezelf waar wat er met jou gebeurt. Want misschien is het een heerlijk, fijn, ontspannen programma en kak je lekker in. Ja. Ja. Ik vind het wel een interessante vraag ook van Björn. En die zegt, ik werk wisselende diensten. Ja. Heb je misschien adviezen hoe daarmee om te gaan? Ik denk dat we het goed eerst even, dat we dan beschrijven wat volgens jou een redelijk ideaal bioritme is. En dan dat we inzoomen op Björn's vraag hoe we met wisselende diensten zouden omgaan. Als je kijkt naar ons bioritme, wat zou een mooi ritme zijn voor de meeste mensen? Ieder mens is uniek, maar voor de meeste mensen. Wat zou een mooi bioritme kunnen zijn? Ja, een mooi ritme zou ik vinden rond een uurtje of 7 zeg maar wakker worden. En rond een uurtje of 11 ook weer gaan slapen. En daartussenin... S'avonds dan, hè? Ja, 's avonds. Nee, precies. Ja. En tussen 7 en 10 een beetje, ben je al wel actief, maar ga je langzaam die activiteit steeds verder opvoeren. Dus met je biochemie steeds verder stijgen. Want van nature zijn wij tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zijn we op zijn best met die bioritmes. Als je om 7 uur opstaat, weliswaar. Dus tussen 10 en 3 wil jij eigenlijk jouw topics van die dag hebben liggen. Als jij een gesprek moet voeren wat heel belangrijk voor jou is, of moet nadenken over een contract of over dingen die je wil afspreken met mensen, doe dat tussen 10 en 3. Dan is je brein het frist, kan hij het beste de dingen opnemen, trek je de beste conclusies, ben je fysiek er ook helemaal klaar voor om daar jouw prestaties te leggen. En na 3 uur, dan gaat die biochemie al een beetje inkakken. En dat merken we ook allemaal wel, hè? Na 3 uur. Dat behoefte krijgen aan zout en zoet. En dan gaat ons systeem, die gaat merken dat die in de inkakmodus komt. Maar wij zelf willen dat eigenlijk nog niet. Dus een vergadering of belangrijk iets na 3 uur, zou mijn advies niet zijn. Ja, maar
vind ik moeilijk. Dit vind ik dus lastig. Maar eigenlijk moet ik daar meer gehoor aan geven, denk ik ook. We zijn zo... Dat is misschien ook wel door de omgeving, dat je dat zo het gevoel hebt dat je ieder uur van de dag moet presteren. Heel de tijd maar weer. Het begint om 9 uur en dan, noem maar op, je wilt het zo lang mogelijk doortrekken, want dan haal je dus het meeste uit de dag. En wat jij dus eigenlijk zegt, ja. Ik denk dat we dat eigenlijk ook gezien in de cijfers, want ik had het nog even opgezocht, meer dan 1 miljoen Nederlands, 1,3 miljoen Nederlands hebben ook gewoon burn-out klachten, weet je, vanwege de stress. Dus als je gaat kijken naar lange termijn, dan kunnen we denk ik beter focussen op presteren tussen 10 en 3, ja. Daar ook alles voor zorgen dat je daar alles kunt doen, en gun het jezelf nou meer voor 10 uur en na 3 uur. Op lange termijn kan je dit volgens mij volhouden. En uiteindelijk komen we op betere ideeën. Kunnen we vaker dat goud ophalen in de nacht. Gaat het gewoon groeien. Ik ben benieuwd, hoe denken jullie erover, de kijkers? Van, klinkt het eigenlijk heel logisch van, ja, dat zou eigenlijk een heel mooi bioritme zijn. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer heel moeilijk om dat in onze maatschappij te implementeren wellicht. En je mag na 3 uur nog steeds actief zijn. Hè? Dat is wel even heel goed. Het is niet stil gaan zitten op een stoel. Maar dat is bijvoorbeeld uitwerken. Waarbij je weet dat je gewoon je focus op een wat lager pitje, dat ook oké is. Ja, maar dan kun je bijvoorbeeld gaan klussen, of je kunt gaan tuinieren, of je kamer opruimen, noem maar op. Zo, hè. Ja. Echt werk. Net als een werkdag, als je zegt van, nou, ik wil graag tot 5 uur werken, of nog iets langer door, of dat kan, hè. Maar dan pak je net die werkzaamheden, we hebben allemaal verschillende dingen te doen, die gewoon iets minder van jou vragen, iets minder energie van je vragen. Dus een beetje uitwerken, iemand bellen. Maar niet die dingen waarvan je echt heel scherp moet zijn. Die wil je echt tussen 10 en 3 hebben. Ja. Ah, die breinactiviteiten. Dat ja. Die moet je dus tussen 10 en 3 doen. En daar moeten we gewoon onze agenda ook op beschermen. Dat je geen onzin dingen gaat doen daarvoor. Maar tussen 10 en 3 die breinactiviteiten. Dat is mooi gezegd. En dan 10 en 3. Wat, tussen 3 en om 11 uur. Wat zit daar nog volgens jou? Zeg ik nog? Oh, tussen 3 en 11 uur. Daar ben je nog steeds actief. Of in ieder geval tot 3 uur voor het slapen. Tot 8 uur ben je gewoon nog steeds voor iemand van buiten te zien zo heel actief bezig. Alleen jij weet dat het al op een lager pitje is. En dan vanaf 8 uur gaat dat nog verder op een laag pitje. Ja, mooi. Je kan prima tot 8 uur. Ja. Dus dan zeg je, ben je nog steeds bezig. Maar wel met gewoon lekker met je lijf bezig zijn. Ja, ja. Ja, dus voor ons is dat heerlijk. Wij houden van kitesurfen. Vaak is er vanaf 2, 3 uur start de wind. En dan kan ik tussen 3 en 6 zou kunnen kitesurfen. Ja. Lekker kunnen sporten. En dan merk ik ook, dan ben ik ook weer helemaal vernieuwd, zeg maar. Dan ben ik in een nieuwe state, een nieuwe staat. Maar even naar Björn. Die zit natuurlijk in wisselende diensten. Hoe ga je dat dan regelen? Dat is een hele lastige. En ik zag net wel even een fotootje van jou, Björn. Ik ken je leeftijd niet precies. Maar na de 40 wordt een ploegendienst echt lastig voor mensen. Daarvoor zijn we nog heel rekbaar en is onze veerkracht nog groot. Nou, van nature neemt die gaandeweg, en zeker na je 30 neemt die af. En mensen rond de 40ste in ploegendienst gaan merken dat wat lastiger wordt. Hè? Hoe makkelijker ze dat ritme konden omdraaien, dat wordt wat minder makkelijk en wat minder logisch. Dus voor een systeem eigenlijk niet optimaal, zou ik moeten zeggen. Ja. Ja, dus dat is ook gewoon eerlijk naar jezelf kijken. Van hoe lang kan ik dit dan nog doen? Hoe lang wil ik dit nog doen? Of moet ik wellicht een andere keuze maken? Kan ik dat wat beter aansluiten bij mijn bioritme? Want het sloopt je gewoon eigenlijk de ploegendiensten dan, toch? Kost een mens, zeker. Maar ik denk ook wel dat je het weer kan optimaliseren. Want ik denk ook niet dat je dan meteen naar een nieuwe baan... Dat je eerste stap. Ik zou eerst zorgen dat je ook die 3 uur voor je gaat slapen. Dat ligt dan natuurlijk dan op een heel andere plek. Dat je ook die gaat respecteren. En vaak zou het dan zo kunnen zijn dat je dan nog even de kinderen uit school haalt of brengt. Want dat kan dan net eventjes. Maar dat je ook daarover nadenkt. Over die 3 uur voor je gaat slapen. Dat ook die voor jou wel inkakuren zijn. Terwijl het misschien voor een ander tussen 10 en 3 zou zijn. Ja. 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 Ja, dat is mooi. Ik vind dit ook wel een mooie vraag van Annemieke. Hoe zit het met een siesta overdag, zoals ze dat in Spanje doen? En ik moet zeggen, wij zien dit echt. Hè? Spanjaarden doen gewoon nog steeds siesta tussen 5 en 7. Wordt heel erg veel gedaan. En vooral hier ook in Malaga, ook qua warmte, zeg maar. In de zomer, in augustus, vinden wij dat ook lekker om te doen. Want om 3 uur ben je gewoon echt
ja, door de hitte ook gewoon een beetje afgetakeld, zeg maar. Dus is het heel lekker om even een slaapje te doen. En om, daarna heb je dan nog een wat langere nacht. Hoe kijk jij ernaar over een slaapje overdag? Super. En dat is voor veel mensen nu die ook thuis werken. En zo'n powernap, of daar denk ik dan vooral aan. Ja, dat is een hele mooie om die biochemie even te laten zakken. Even te resetten. En daarna ben je echt weer fris in, om te beginnen in je brein. Ja, want eigenlijk heb je die spons in je brein even helemaal leeg kunnen knijpen met die powernap. Dus je begint weer met een fris brein. En je biochemie die is niet in die stijgende lijn doorgaan, maar die heeft even lekker kunnen zakken. Ja, voorstel. Ja. Maar ook wel, zoals een powernap idealiter is. Ja. En je motiveert me, Chantal. Dat vind ik zo mooi, weet je. Dat ik, we weten het volgens mij met z'n allen wel, dat je niet de hele tijd op die piek kan presteren, zeg maar. Maar wat jij me in motiveert is van, gun het jezelf nou even een powernapje. Gun het jezelf nou even vaker een wandeling. Gun het jezelf nou om na 3 uur andere dingen te doen. Gewoon, het is ook, zijn we daardoor niet veel verder van ons vandaan gekomen, dat we het onszelf gewoon eigenlijk niet gunnen. Ja. Terwijl we begonnen ermee. 1 ding weten we zeker, waar je het heel je leven mee moet doen, is met je lichaam, weet je. Ja. Ja, en heel vaak zeggen mensen, of doet mij weer even denken aan die topsporters die we ook getraind hebben, of die BN'ers die gewoon zeggen, ja, maar dat kan eigenlijk niet, hè? Ik heb zo'n functie. Of, maar dan ga ik niet heel lang volhouden. En dat, die kloppen natuurlijk niet al voor niks aan, van goh, ik merk al iets aan mijn geheugen, of ik raak mijn rode draad wat vaker kwijt. Het is juist belangrijk om die dag uit sprintjes te laten bestaan. Gewoon keihard gassen, hè? Want het is wel super gezond, dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Ja. Hormonen aanmaken, super vitaliserend. Maar het moet in sprintjes. Dus gassen en even los. Gassen, los. En wat je in dat los doet, hè, dat kan een wandelingetje zijn, krantje lezen, even buiten kijken, kan van alles zijn. Hoeft ook niet heel lang te zijn, als het maar sprintjes zijn. Ook tussen 10 en 3. Ja, dat is mooi. Welke stofjes komen er dan vrij bij zo'n sprintje? Ik denk dat iedereen dat wel ervaart. Dat als je in 1 keer zit je in zo'n sprintje, dan kom je er ook even lekker in, zeg maar. Welke stofjes komen dan vrij? Ja, dat zijn eigenlijk 3 belangrijke actiehormonen. Dat is de adrenaline. Daar hebben we natuurlijk bijna allemaal al wel eens van gehoord. Cortisol en corticotropine release hormoon. Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste. En ik zeg altijd, dat is het Jip en Janneke versie. Want we hebben ongelooflijk veel hormonen. Maar dit zijn de 3 aanjagers waardoor wij van A naar B kunnen. Waardoor wij dat sprintje Wat was die laatste nou ook weer? Corticotropine release hormoon. En die doet eigenlijk iets met je focus. Adrenaline. Ja, die heb je vaak uitgesproken, hè? Huh? Die heb je vaak uitgesproken. Vloeiend ging die weer. Goed bijna, ja. Cortisol, release hormoon. En wat doet die? Cortisol doen iets in ons lichaam. Die pimpen ons. Adrenaline zorgt dat we een beetje strak staan in die spieren, ademhaling, hartslag. Cortisol die doet iets met onze spijsvertering. En beide zorgen voor energie. En die corticotropine release hormoon, die zorgt dat we heel goed kunnen focussen. Nou, dat is alles wat je wil hebben bij het trekken van zo'n sprintje. Hè? Strakke focus, klaar ervoor staan, even niet naar de wc hoeven, maar wel veel energie hebben. Dus ja, fantastisch hoe dat we in elkaar zitten. En hoe slingeren we dat aan met ons brein dan? Want ons brein moet denk ik dat aanslingeren. Hoe doen we dat dan? Ja, nou jij maakte eigenlijk net al een paar hele mooie opmerkingen dat ik dacht, dat je zei, dat doen we onszelf aan. Door bijvoorbeeld niet die sprintjes te trekken en gewoon maar de hele dag in 1 streep door te gaan. Maar eigenlijk doet ons brein, en dat zijn wij natuurlijk ook, daar zorgt eigenlijk ons brein voor. Ons brein vindt soms dat we ook niet mogen rusten. Hup, schouders eronder en daar gaan we weer. Dat zijn eigenlijk die breinprogramma's die steeds tegen ons zeggen, ga dan maar door. Of je moet het wel goed doen, dan gaat die biochemie nog verder omhoog. Want jouw brein vindt het heel belangrijk om het heel goed te doen. Ja. En dan kom je eigenlijk een beetje bij die mindfucks uit. Dat zijn eigenlijk grapjes van je brein. Je brein is eigenlijk een heel groot boek met alle voorwaarden zoals jij het leven zou moeten leiden. Dat heb je allemaal ooit geleerd, gehoord of gelezen. En die breinprogramma's die zeggen tegen de biochemie, daar hebben we vele fijne stofjes voor nodig. Dus als 2 mensen eenzelfde opdracht krijgen, zou de één in zijn biochemie ongelooflijk kunnen stijgen en de andere eigenlijk niet. De één zal het misschien heel goed willen doen of die denkt, oh kan ik dat wel? En dan gaat dat lichaam maar stofjes aanmaken. En iemand anders die eraan begint en die denkt, nou, ik zie wel waar het schip strandt. Dat is een ander breinprogramma. Ja, het is anders. Die maakt de helft van die stofjes maar aan.
En dat is natuurlijk wel een heel interessant spel. Van wat vindt jouw brein heel belangrijk? Dat kan je dus eigenlijk altijd in je lichaam voelen. Ik zeg wel eens voor de grap, daar krijg je klotsende oksels van. Je voelt altijd wanneer jij meer op aangaat van iets. Kan een persoon zijn, een activiteit, een situatie. Ja, ja, oké. Laten we een situatie dan even nemen. Dat je gaat een belangrijk gesprek voeren. En dat kan voor je onderneming zijn. Dat er wellicht een opdracht uitkomt. Of met je baas. Je gaat het gesprek voor loonsverhoging, weet je. Je vindt het misschien wel een beetje spannend. Je wil het ook wel graag. Zo, hè. Hoe kunnen we dan overtuigende dat gesprek ingaan? Is daar iets wat we gewoon kunnen doen met ons lichaam of zo, dat we gewoon overtuigende overkomen, dat de brein aangaat, dat die brein die biochemische stofjes voor ons aanmaakt, zodat we ook echt overtuigender overkomen. Ja, mooie case. En hier kan je het spelletje echt gaan spelen tussen die twee. Hier kan je spelregels gaan toepassen. Je kan altijd langs twee kanten aansturen. Dus via je lichaam wil je eigenlijk de biochemie beïnvloeden. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. De uitademing zorgt ervoor dat de stofjes afnemen. En een inademing bijvoorbeeld zorgt dat dat stofjes toenemen. Dus voordat je daar naar binnen gaat, doe je altijd even. Dan zakt die biochemie al een stukje naar beneden. Daarnaast kun je ook een mindfuck bij je eigen brein gaan uithalen. Want wij leren in de training niet meer dan alleen maar hoe doet jouw systeem het? Oké, als je dat weet, kan je het spelletje terug gaan spelen. Dus hoe doe je dan een mindfuck terug in je brein? Nou, dat zou in dit geval een heel mooi voorbeeld zijn, vind ik. Jouw brein denkt, oeh, dat is spannend. En jouw brein is geneigd, die geeft de prikkel aan jouw systeem, veel stofjes. En doe maar een houding, maak je maar klein, want dit is spannend. Dat doen we nog vanuit oergedachten ook, hè? Klein maken bij spanning. Dan heeft de vijand je minder snel in de gaten. Maar zo, als je die houding aan blijft nemen, dan denkt je brein, zie je wel, het is ook spannend. En laat die biochemie maar hoog. Maar als je nou het tegengestelde zou gewoon doen, dus je gaat in een succeshouding staan. En ik stel ook altijd voor, mensen voor zo'n gesprek gaan nooit zitten. Blijf altijd staan, want dan zijn je schouders veel makkelijker naar achteren. En dan denkt jouw brein, hè, we gingen iets spannends doen. Maar jij staat eigenlijk alsof je het succes al in de pocket hebt. En dan gaat je brein een ander breinprogramma inzetten. Het succesprogramma. Nou, en als je iets in je brein geactiveerd wil hebben in zo'n gesprek, is het natuurlijk een succesprogramma. Dus speel het spel, bijvoorbeeld ook met je houding. Dus schouders naar achter, voor je de drempel overstapt. Ja, en blijf staan van voren. Ja. Maar dit kan dan weer zo'n grote invloed hebben op het eindresultaat. Ja, en het is zo simpel. Anderzijds zit je daar met je trillende lipje, zit je in dat gesprek, zeg maar. Dat heb ik ook wel eens gehad, gewoon. Ja. Maar als je dit dan al gaat doen, als je daar dus al bewust van bent, van de mogelijkheden, hoe je eigenlijk die mindfucks kan omzetten, hoe je dus je bepaalde breinprogramma's, hè, die zijn eigenlijk voorgeprogrammeerd, van als je dit met je schouders doet, of als je dit naar voren doet, dan gaan we dit programma afspelen. Doe je schouders naar achter, dan gaan we dat andere programma van zelfvertrouwen gaan we afspelen voor je. En dan gaan we daar de stofjes voor maken. Ja, en die zijn veel gunstiger, hè, waardoor je bijvoorbeeld ook in je hoofd een heel open brein houdt. Hè, die mensen die zenuwachtig zijn, die maken heel veel corticotropine aan en die krijgen zo'n micro-blackout. Dat je denkt, waar was ik nou? Of je raakt de rode draad kwijt. Maar als je de juiste hoeveelheid biochemie weet aan te sturen met je brein en met je biochemie, dan heb je een glashelder brein en kun je gewoon precies die dingen zeggen die op dat moment heel belangrijk zijn. Ja, daar heb ik er nog eentje voor je. Ja. Dat vind ik soms. En laatst was ik ook even bij eenzelfde gast in een podcast. En hartstikke leuk om te doen, maar het is natuurlijk ook een beetje spannend, zo, hè, zeg maar. En dan zeker, er komen allemaal vragen op je af en je wil altijd dat antwoord hebben. En het gaat eigenlijk 90% gaat dat altijd heel de tijd goed. Maar ik heb ook altijd wel bij een vraagje dat wat jij net beschrijft, dat je dichtslaat, zeg maar. Dat je denkt, nu wordt die vraag gesteld. Oh ja, nu moet ik dat antwoord geven. Oké, wat was ook alweer dat antwoord? Wat wilde ik ook alweer zeggen? Dan zit ik in die modus. Hoe kan ik dat? Dat vind ik zo irritant. Hoe kan ik dat nou voorkomen, zeg maar? Dat ik, dan kan ik ook niet meer nadenken, zeg maar. Ja, dit is gevalletje overdosis corticotropine release hormoon. Daar heb je hem weer. En Nicole heeft hem even afgekort voor mij, CRH. Ik hou bij de CRH'tje. Een CRH-momentje heb jij daar. Ja, ja. Vraag aan jou gesteld. En jouw brein en jijzelf denken van,
oh, die wil ik graag beantwoorden. Het kan ook enthousiasme zijn, hè? Dat je denkt, oh, wat een leuke vraag. Maar het kan ook zijn, oh, wat een moeilijke vraag. Of, oh, die wil ik goed beantwoorden. Ja, maar dat. Je lichaam meteen anticiperen, stofjes aanmaken, dat jij die vraag kan gaan beantwoorden. Maar is dat net te veel? Is jouw brein te enthousiast of te voorzichtig? Of die denkt, oeh, heb ik het goede antwoord wel? Dan stijgen die stofjes net te veel. En dat is een nadeeltje bij die CRH. Dan klapt dus even je werkgeheugen dicht. En kun je er gewoon niet opkomen. Noem ik een micro-blackoutje. Dat je even denkt, en dan weet je ook even niet meer, wat was er nou gevraagd? Je bent even helemaal van de waps. En de kunst is op zo'n moment om zo snel mogelijk weer te zakken in die stofjes. En dat kan ook al 2 seconden rust zijn. Dat je zegt, even over nadenken. Adem je ondertussen even uit. Zakken die stofjes, gaat je brein weer open. En pluk je zo het antwoord weer uit je hoofd. Ja, mooi. Ja. Ja, dus dat kan ik dan ook doen, is van, en wat bedoel je ook weer met de vraag? Welke vraag? Tijdrekken. Of zo, even jezelf, even tijd trekken, even rust, ja. Even aan. Mooi, die ga ik toepassen, want het gebeurt natuurlijk gewoon. Maar dan weet ik dat het gebeurt en dan weet ik wat er aan de hand is. En dat ik mezelf even dat rustmomentje moet geven. En dan, het komt altijd weer. Ja, je zou ook nog kunnen dat je op zo'n moment jezelf even die 2 seconden geeft en even denkt van, zit ik nou op een stoel of niet? Kan ik dat voelen dat ik op een stoel zit? Want als je even jezelf weer waarneemt door te voelen, zit ik op een stoel, zakken die stofjes ook naar beneden. Dat is ook een spel. Ja, ook een hele makkelijke. Heel mooi. Wel toepasbaar. Ik vind dit ook een interessante vraag van Pim. Hoe kijk je aan tegen meditatie? Ja, weer heel persoonlijk, want sommige mensen denken, oh, dan zal Chantal misschien wel heel veel mediteren. Ik denk dat je altijd iets moet doen. Ik heb dat wel een hele tijd gedaan, maar kwam er ook achter, dat past niet zo bij mij. Ik laat die stofjes liever op andere manieren zakken. Maar het is een hele mooie manier om inderdaad je biochemie naar beneden te halen. Ja, tenzij binnen een meditatie ook weer heel veel opdrachten zitten, wat je soms ook wel eens hebt, hè, dat je heel veel moet... dat er een opdracht aan zit, dat je iets moet volgen, dan denk ik ook dat het ook stofjes kan aanmaken. Dat het je brein kan wakker schudden van, oh, daar moet ik eens aan denken. Of, oh, dan ga je eigenlijk weer een beetje op aan. Maar grosso modo denk ik dat de meeste meditatievormen ervoor zorgen dat je zakt in je stofjes. Ja, mooie. Ja, nou ja, en wellicht ook in de maatschappij waarin we leven, dat we continu op weg zijn, continu moeten presteren, ieder minuut van de dag, onszelf weinig gunnen. Kun je meditatie denk ik ook wel zien, is dat je, het is ook een soort van discipline eigenlijk ook wel. Hè? Dus dat maakt het ook zo lastig. Maar als jij dus kunt laten zien aan jezelf, ik heb de discipline, ik durf de rust voor mezelf te nemen, al is het maar 5 minuten meditatie. Ik denk dat dat al een heel mooi sign is in deze tijd naar je eigen lichaam. En dat je daar heel veel baat inderdaad bij kunt hebben. En wat jij al noemt, vind ik heel mooi. Ik geloof in kort en krachtig. Het is een sprintje en even terug. Dus een meditatie zo kort en krachtig mogelijk maken. Hè, dan blijf je lekker ongoing, maar ben je wel die sprintjes aan het trekken. Ja. Ja, mooi. Lieve kijkers, als jullie nog vragen hebben aan Chantal, stel ze zeker ook in de chat. Dan kan ik ze ook voor jullie stellen. Eens even kijken. Dus eigenlijk ons lichaam, dus wij als mens bestaan dus uit ons brein en uit onze biochemie. Het wordt me steeds helderder hoe die twee met elkaar samenspelen. Maar ook belangrijker nog, hoe je dit kan beïnvloeden. Hè, dus enerzijds fysiek, door met je schouders achteruit te doen, door je ademhaling, kan je dus je brein beïnvloeden. Ons brein, hè, als we daar nog eventjes naar kijken. Kunnen we ons geheugen ook trainen dat beter wordt? Wat kunnen we daaraan doen? Ja, kom ik weer echt, corticotropine staat erg, die doet goed vandaag. Als je dus wat vaker hoger in je stofjes zit, want dat maakt eventjes niet uit een keer zo'n micro-blackout tijdens een podcast of tijdens zo'n opname wat je net noemde, Stijn. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar het is meer als dat op de lange termijn of vaker gaat plaatsvinden, dan wordt dat wel anders. Want dan gaat dat geheugenorgaantje, je hippocampus, wat precies tussen je oren in je brein zit, die gaat daar wel van krimpen. He, want die is vaak eventjes werkeloos. He, er wordt vaak even geen aanspraak op gemaakt. En dan wordt die kleiner. En dat is het moment dat je geheugen ook gaat krimpen. Dat je minder dingen kan gaan onthouden. Dus het lichaam gaat zich aanpassen aan jouw drukke leven. En dit is niet in je voordeel.
Het zijn die mensen die al die geeltjes gaan plakken, dus een soort extern geheugen gaan faciliteren, omdat het in hun hoofd niet meer lukt. Ja, dus train je dus dat. Zou... Eigenlijk de uitleiding, die stofjes moeten naar beneden. Ja. Ja, ja. Dus zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat als je merkt dat je geheugen wat achteruit gaat, dat het lastig is om dingetjes te onthouden, dat ook ergens je biochemie verstoord is. En dat je weet van, nou, dat is toch helemaal niet zo erg. Ik kan daar iets aan gaan doen. Ja. Sprintjes trekken, ja. En sprintjes trekken, dat is het dus. In plaats van een hele marathon telkens te lopen, heel de dag. Sprintjes trekken met rust, sprintjes trekken met rust. Ja, en daarnaast, dat is de ene kant van het spel. En daarnaast stel dat het een ondernemer zou zijn die dat gaat merken, die zou zomaar een heel bevlogen brein kunnen hebben. En als je aan dat bevlogen brein onvoldoende aan de knoppen gaat draaien en zo bevlogen laat zijn, dan kan je wel heel netjes die biochemie laten zakken met je sprintjes, maar dan kan dat hele enthousiaste brein steeds wel weer roet in het eten gooien. Dat was precies, refereer ik even terug naar het moment dat ik alleen maar biochemie trainde. En als we eigenlijk niets aan dat brein deden, dus al die breinverbindingen gewoon laten zitten, dan gaat dat hele enthousiaste brein gewoon weer zeggen, veel stofjes, veel stofjes. Dus het is ook heel goed om je brein aan te passen en zo een juiste stand te gaan creëren om topprestaties te leveren. Ja, ja. Dat is duurzaam brein aanpassen. Ja. Ja. Hoe kijk je, dat vraagt Pim zich ook af, hoe kijk je naar koffie? En ik denk dan ook de cafeïne en ons brein. Hoe reageren die op elkaar? Ja, leuke vraag. Koffie is een stimulerend middel en die zorgt er eigenlijk voor dat die biochemie naar boven gaat. En dat voelen we ook. Hè? We voelen dat we dan acten. Ik ben geen koffiedrinker, maar het is puur omdat ik het ook niet lust. Maar in mijn omgeving zie ik mensen echt zeggen, oh, even een bakje koffie, hoor. Even wakker worden. Hè, maar het is inderdaad het is de stofjes activeren. Ja. En daar gaat het lichaam aan wennen. We gaan erop rekenen dat die koffie weer komt. Dat we geholpen worden door iets van buitenaf om wakker te worden. Ah, dus als je het dan niet doet, dan voel je het nog extremer, zeg maar. Ja, dan komt het moeilijker op gang. Ja, even afkicken. Ja, uiteindelijk herstelt zich dat weer. Hè. Dat is het hele mooie van het lichaam en het brein. Iedere keer past het zich weer aan de nieuwe situatie. Ja. Ja. Maar ook denk dat we net zo goed kunnen functioneren zonder koffie als met koffie. Dus en laten we dan nu zeggen zonder cafeïne en met cafeïne. Mm-hmm. Waar het dan ook in zit, ja. Ja, waar het dan ook in zit. Kunnen we eigenlijk zonder cafeïne gewoon die topprestatie leveren? Ja, zeker. Ja. En zonder doping en zonder... Eigenlijk moeten we onze eigen stofjes gaan inzetten voor die topprestaties en ze niet van buiten halen. We kunnen zoveel zelf, ja. Maar daar moeten we wel actie voor ondernemen. Hè. Daar is ons brein het niet altijd mee eens, dat we ons daarvoor moeten inspannen. En dat is soms ook juist rust nemen, terwijl een brein denkt, nee, pak nou maar door, we moeten doorgaan. Ja. Ja, ja, en daar hebben we natuurlijk weer niet het geduld voor, dat die stofjes, dat het gewoon even tijd kost, dat dat gewoon aangemaakt wordt. Hè. Weet je, het is ook als je, denk ik, met je biochemie aan de slag gaat. Het heeft geen zin om dat voor één dag te doen. Weet je, je moet het ook gewoon wat langere periode doen. Ja. Zodat al die stofjes aangemaakt gaan worden. Ja. Ik zie hier ook nog interessant van Annemiek. Ze zegt van Pim, voor zover ik heb geleerd, ontregelt koffie de thermostaat van ons energielevel voor eventjes. Hoe kijk jij daarnaar, Chantal? Eventjes zit denk ik, als de cafeïne weer eens uit je lichaam is dat het ook weer weg is. Het zijn allemaal steeds biochemische prikkelingen. We zijn steeds die biochemische zak aan het beïnvloeden. Dus jouw vraag was, het is voor eventjes, maar inderdaad, je krijgt eventjes een up in die stofjes. Daardoor krijg je even die energie vrijgemaakt door die adrenaline en cortisol. En dat voel je ook, doet ook iets met je brein. Hè. Je wordt een beetje wakker, je wordt even helder. Ja, dat is de aanknop, dat is het sprintje. En daarna is de cafeïne natuurlijk ook weer uitgewerkt en is die biochemische reactie ook weer voorbij. Ja. Dan zitten wij qua dag meestal alweer hoger in die stofjes, omdat we daardoor dingen zijn gaan doen. En stijgt het eigenlijk weer door die acties. Mooi. Ja. Ik ben even benieuwd ook bij de kijkers. Wie van jullie heeft dit echt, deze sessie al echt aan het denken gezet? En dat je denkt van ja, ik ga hier meer op letten. Ik ga hier meer... Meer aan doen, meer rekening houden met hoe ik mijn brein kan aansturen, maar ook mijn biochemie. Laat het eventjes weten in de chat dat je denkt van ja, als ik dat ga doen,
dat gaat gewoon weer het verschil in mijn, in mijn leven gewoon, gewoon maken. Laat het eventjes weten in de chat, daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Ik ben nog wel benieuwd naar iets anders, toch nog heel even terug over dat, dat slapen ook. Ja. Wat voor invloed heeft, heeft alcohol op slapen? Ja, dat is ook, ook zo'n mooie toevoeging hè, van buiten. En heel vaak zeggen we, oh, nou even een slaapmutsje voor het slapen. Maar eigenlijk is adrenaline, of adrenaline, alcohol net zo'n verstoorder dan de koffie, of verstoorder. Het is een prikkel van buiten die iets met jouw natuurlijk systeem gaat doen. En ja. Daar lijken we wel sneller van in slaap te vallen, maar activeert het ook het systeem. Dus enerzijds vallen we ervan in slaap, worden we kakken een beetje in, maar dat systeem zelf eigenlijk niet. Nee, dus het is een, je slaapt daardoor, die diepe slaap ga je niet halen. Nee, je slaapt misschien wat sneller in, sneller onder zeil, maar je haalt die diepe slaap niet. Nee, dus eigenlijk zou je 3 uur voor het slapen ook weer geen alcohol willen drinken. Ja, ja. 3 uur, sla het op, hè. Weet je, dit gaat echt het verschil denk ik ook weer maken op je dag. En of je dat, dat goud gaat, gaat vinden. Ja. Maar dat is dus 3 uur van tevoren gewoon geen alcohol meer. En dan hebben we het al over 1 glas, hè? Na als je al een glas drinkt en dan 3 uur niet meer voor het slapen. Ja. Ja. En nou, dan zitten wij goed. Wij zitten inmiddels zitten er al 3 jaar tussen bij ons. Dus Nicole en ik, wij beide drinken geen alcohol meer. Ik al meer dan 3 jaar. Nicole ook bijna 3 jaar. En ik moet je eerlijk zeggen, weet je, het is echt een gamechanger. Ja. Want ik zag nog ergens in de chat ook voorbij komen iemand die vaak ook in de nacht wakker wordt, zeg maar. Kan dat ook door alcohol komen? Dat je dus minder diep slaapt en dus een aantal keer wakker wordt, zeg maar. Ik heb echt gemerkt, dat is echt eigen ervaring dan, dat wij nu zo lang zonder alcohol zijn. Maar ik slaap zo onwijs goed. Ja. Natuurlijk heeft het met allerlei dingen te maken, weet je. We letten op onze voeding, proberen ons stressniveau laag te houden, we sporten, maar we drinken ook geen alcohol. En ik heb met die alcohol, je merkt het pas na een half jaar tot een jaar, als je helemaal een jaar lang geen alcohol drinkt, je kwaliteit van slaap ging zo omhoog gegaan. Zo, wij vallen in 5 à 10 minuten in slaap, slapen gewoon het klokje rond en je wordt wakker. En het is kraakhelder in je hoofd gewoon. Ja. Kraakhelder. Het is ongelooflijk gewoon, echt. En dat heb ik niet eerder ontvangen, ervaren met die alcohol zo, zeg maar. En ik weet het ook in mijn studententijd, weet je. Ben ik af en toe opgestaan dat ik dacht van, waarom sta ik eigenlijk nog op, weet je. Dat is natuurlijk wat alcohol met je doet, we weten het allemaal. Ja. Dus ik wilde het gewoon even delen met je, met onze ervaring. Ik zie dat Björn geeft zich ook aan. Ik wil hier meer mee gaan doen. Franciscus gaat zich ook meer focussen op tussen de 10 en de 3 uur dan de belangrijkste dingen plannen. Wim, we gaan zo jouw vraag ook nog even beantwoorden over het sporten. Maar jij hebt ook een, Chantal, jij hebt ook een methodiek ontworpen, hè? De top state methodiek. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja. De top state 12 stappen methodiek. Dus toen ik uiteindelijk die biochemie en vanuit die neuropsychologie dat brein kon beïnvloeden, toen waar mensen ook mee kwamen, en misschien wel leuk, na de fysiotherapie ben ik eerst alleen maar ondernemers gaan trainen die fysieke klachten hadden. Dat was eigenlijk een soort tussenfase. Maar het hele mooie was, ik deed met al die ondernemers die 12 stappen. En naast dat ze eigenlijk heel snel hersteld waren van die klacht waar ze mee kwamen, ging hun bedrijf echt enorm als een speer de lucht in, zeg maar. En dat was waardoor er op een gegeven moment ongelooflijk veel ondernemers op mij afkwamen. Van Chantal, ja, ik heb nog steeds wel energie genoeg en misschien geen tennisarm, maar ik wil dat spel wel leren spelen. Want zakelijk gezien, ik denk als die kapitein op dat schip optimaal in zijn juiste, heldere brein op dat schip staat, fysiek helemaal met genoeg energie daar staat, joh, dan kun je je hele toko in een speer, zeg maar, naar boven werken. Dus toen heb ik ongelooflijk veel ondernemers getraind. En uiteindelijk trainen we nu ook heel veel professionals. Maar allemaal steeds in diezelfde 12 stappen. Het is een soort, het zijn de spelregels van die 2 systemen. 6 stappen gaan over de biochemie. En 6 stappen gaan over het brein. Hoe beïnvloed jij nou je brein? En hoe pas jij die breinverbindingen aan?
En bij de 13e sessie, we zien elkaar dan 13 keer, dan gaan we dat spel ook echt spelen. Net zo goed als jij gooide net een paar mooie casussen erin. Ja, hoe speel je dat spel dan? Hoe pas je die spelregels toe? En dat kan op verschillende manieren en dat is voor iedereen ook wel anders. Dus het zijn altijd die 12 stappen die eigenlijk tot het succes leiden. En als je ook weet hoe je eigen brein werkt, weet je eigenlijk ook hoe het brein van de ander werkt. Dus ja. Gesprekken, even, dat is een hele mooie bijkomstigheid, kun je daar natuurlijk wel ook heel erg gebruik van maken. Met alle beste bedoelingen, hè? Maar je kunt ook heel goed zien wat er in een ander zijn brein speelt en hoe je daarop kan inspelen, in elkaars voordeel. Dus het is een super tof spel wat ik heel graag speel met heel veel deelnemers al ondertussen. En aan de ene kant hebben die fysieke ongemakken, sommigen zeggen ze het al, ik mis mijn focus, ik wil graag weer naar dat scherpe, dat heldere brein wil ik graag naar terug. En sommige mensen van nee, ik wil naar het volgende level om te kunnen presteren. En ik denk dat ik daar even nog aan de knoppen even moet fine-tunen. Ja. Ja. Ja, dat vind ik denk ik heel mooi bij jou. Het gaat niet alleen, daar gaan we het zo misschien nog even over hebben, over het is niet alleen het eten, het is niet alleen de alcohol, maar het is ook je brein begrijpen. Ja. Weet je, en weten hoe je dat met je houding kunt beïnvloeden. Het gaat veel dieper, weet je. En dat zijn we natuurlijk af en toe ook gewoon kwijtgeraakt door de drukte. En op deze manier met jouw stop-state methodiek kun je gewoon weer grip op je energie ook krijgen. Als de kijker nou zit te kijken en die wil met jou samenwerken, hoe kan die dat met jou gaan doen? Hoe kan die met jou samenwerken? Dat kan hij doen door een training te volgen. Misschien is hij in het begin heel nieuwsgierig van, goh, hoe zit het nou eigenlijk met mijn energie? Want die stofjes bepalen de hoeveelheid energie. En die laten ook zien of je een duur brein hebt, hè, wat veel energie van jou vraagt. Kun je altijd bij ons op de website een test doen om te kijken van, hoe zit ik in mijn energie? Maar je kunt natuurlijk ook met me samenwerken en instappen in een training. En dan gaan we die stappen doorlopen tot en met de 13e stap. En dan heb je het hele spel in handen en kun je het gewoon zelf gaan spelen. En we hebben besloten om dat met een VIP-pakket hier aan te bieden voor deze luisteraars. En dat, als het goed is, zet jij een link, had ik begrepen, Stijn, in de... Ja, ik zet hier de link erbij. Wil je weer de volledige grip op je energie? Dan kun je gaan naar followyourwind.com/topstate. En dan is het top, STATE. En de couponcode is Follow Your Wind. Ik denk goed als je er wat meer vertelt over die training. Ja. Het gaat over je persoonlijke energiemanagement voor professionals of voor ondernemers. Gewoon om, hoe kun je nou optimaal op dat topniveau presteren, toch? Ja, ja. Nou, hoe zou het er dan uitzien? En zeker met een VIP-pakket gaan we het eigenlijk nog completer maken tot een volledig jaarprogramma. Wat we altijd doen voor we gaan starten met trainen is meten. Ik ben nog steeds van de wetenschap en meten is weten. En meten we jouw systeem, dat doet mijn collega. We meten je autonome zenuwstelsel en dan weten we precies hoeveel energie jij nog in de tank hebt en hoeveel sprintjes jij kan trekken en hoe hoog je sprintjes nog kan maken. Vragenlijsten horen daarbij een intakegesprek, dus je weet van tevoren precies hoe zit mijn organisme, hoe zit ik erin, hoe zit ik in de strijd en wat wil ik winnen. En als je dat gezien hebt, dan gaan we de eerste 6 stappen maken in die biochemie. Ga jij achter de knoppen zitten van die stofjes. Maar gaandeweg die training ga jij merken van, hé, mijn brein zit me in de weg. Ik ben een heel verantwoordelijk iemand. Ik ben een perfectionist. Ik ben iemand die echt voor veiligheid gaat. Ik wil het graag goed doen. Of ik voel me wat onzeker nog. Of ik ben heel bevlogen. Nou, die breinprogramma's, die kosten je ongelooflijk veel stroom. En gooi je een beetje roet in het eten bij die biochemie. Nou, in die volgende stappen gaan we echt met dat brein aan de slag. We gaan kijken, hoe werkt een brein? Welke spelregels heeft hij? En kunnen we dat spel terugspelen? Maar kunnen we ook succesprogramma's programmeren in ons brein? Nou, het is zo'n maakbaar geheel. Dus we kunnen ook succes programmeren in je brein. Nou, als je dat programma erin hebt zitten en je weet hem te activeren op de juiste momenten, ja, dan ga je als een speer. En dan sluiten we ook weer af met vragenlijsten, want ik geloof erg in het meetbaar maken van successen en het meetbaar maken dat het systeem de juiste stappen heeft gezet. Dus je gaat aan het eind daadwerkelijk zien wat dat voor jou betekend heeft. Letterlijk zie je het in wat er plaatsvindt in jouw leven, maar het is heel meetbaar dat jouw systeem weer volledig op orde is. Ja. Wow, nou, mooi. Vergeet ik het nog bijna te vertellen. Krijg je ook nog tijdens die training een coachgesprek met mij? Daar ben ik eigenlijk mee gestopt, maar ik heb tegen jou gezegd, Stijn, voor jullie luisteren ga ik dat doen. Ga ik het zelf doen? Laat ik het niet een collega doen? We hebben verschillende coaches hier bij Topstate. Ga ik je coachen
krijg je een coachsessie erbij. Tijdens de training mag je zelf kijken wanneer jij dat prettig vindt in de biochemiestuk of in het brein. En je traint nog 2 keer mee met de masters. En de masters zijn alle mensen die de 12 stappen kennen en daar optimaal mee willen spelen en blijven spelen. Dus je traint daarna nog een half jaar met de masters mee om er echt een heel compleet, prachtig jaarprogramma van te maken, waarin alles kan beklijven en je het hele spel kent. Dit vind ik ook mooi, weet je. Dat je gaat niet voor even een kleine quick fix, weet je. Dan weet je toch, dan zit je daarna weer met je schouder. Of heb je weer die vermoeidheid. Of heb je nog steeds dat geheugenverlies. Ik denk dat dit ook echt alleen is voor de mensen die echt heel gemotiveerd zijn. En die ook zoiets hebben van, ja, ik ga nou, nu is het de tijd. Ik ben het ook gewoon zat, weet je. En ik moet gewoon nu dit ook aan mezelf gunnen. Ik moet hier ook voor mezelf nu opkomen. Wat ik zeg, weet je, je lichaam, je doet het je hele leven mee. En zorg nou dat je het, vind het allemaal logisch dat we naar een auto naar de APK brengen. En dat die daar weer duizenden euro's voor betalen. Maar ons eigen lichaam, waar we iedere dag in zitten, dat doen we niet, snap je? Dus denk daar gewoon eens over na. Je kunt heel veel gaan naar followyourwind.com/topstate. Ik zou ook nog wel even heel even de pagina laten zien. Dan weten jullie dat jullie op de goede pagina komen. En het idee is dat je gewoon, als je echt die gemotiveerde gene bent, kun je een aanvraag doen voor een gesprek met Chantal. Want ze laat ook niet iedereen toe. Ze wil ook echt zien dat je heel gemotiveerd bent en op welk niveau je nu staat. Dus het idee is dat je gaat naar die website toe en vul het inschrijfformulier daarin. En dan krijg je een gesprek met jou of met een collega. Dat weet ik even niet meer. Nou, op korte termijn zal ik ze allemaal doen. Oké. Okay. Ja. Op korte termijn krijg je gewoon het gesprek. Ik ga allemaal oppakken. Ja. Ja. Krijg je het gesprek met Chantal. Dus als je daar nu iets voelt van, hey, ik voel vermoeidheid of iets qua geheugencapaciteit, of je vindt het lastig om te concentreren of jezelf te ontspannen, dat kan natuurlijk ook, en je wil dat verbeteren, neem een kijkje op followyourwind.com/topstate en weet dat je daar dus een aanvraag kan doen en in contact kan komen met Chantal persoonlijk. Wellicht nog even goed, wat zou de investering zijn voor jullie training? De training zelf, waarbij je een jaar met ons meetraint, is €2295. Inclusief het onderzoek, inclusief de hele rit, alles wat ik net verteld heb. En daar krijg alles je erbij zit. Van €550, zoals ik zojuist vertelde. Ja. Ja, dat zijn die extra sessies met de masters, waardoor je eigenlijk een jaar onder de pannen, eigenlijk een jaar van jullie topstate methodiek kan profiteren. Om jezelf, je energiemanagement helemaal goed op de rit te hebben. Kijk hier gewoon even op de pagina. Je kunt ook altijd de energietest hier doen. Die is helemaal gratis. Ja. Die kun je ook gewoon doen. Hier staat alles ook op uitgelegd. Dat is denk ik helder. Niks of je passeert dan net even de topstate garantie. Zeg je na top 3 trainingen, zeg je na Chantal, we zijn toch geen match, mag je kosteloos uitstappen. Ik geloof er erg in. Ik doe natuurlijk een selectie aan de poort, wat jij net ook al zei. We willen echt die gemotiveerde mensen. En stel dat je er dan zit en denkt van, ja, die is hem toch niet helemaal. Even goede vrienden, dan stappen we, mag je kosteloos ook weer uitstappen. Dat geloof ik ook echt. De juiste match aan. En dan garandeer ik je 100% succes. Ja. Ja, ja, dat is geweldig. Ja. En daarom is het ook belangrijk. Het is niet voor iedereen. Je moet echt gemotiveerd zijn. En het belangrijkste is, hè, je gaat zelfsturend worden. Hè. Dat is wat je gaat leren natuurlijk ook. Ja. En dat is natuurlijk ook fijn. Dat je ook niet meer afhankelijk bent daarna van iemand anders. Ja. Nog eens even kijken naar een aantal vragen. Mocht je nog vragen hebben, stel ze nu nog even in de chat. We hebben nog 10 minuutjes, dus dan kunnen we nog een aantal vragen voor jullie beantwoorden. Mocht je een vraag hebben over de training, kun je die natuurlijk ook laten weten. Ik vond dit eigenlijk wel ook een interessante vraag. Een aantal vragen gaat even over het eten, zeg maar. Hoe belangrijk voeding is. En over welke tijdstippen. Hoe belangrijk is voeding voor je biochemie? Ja, dat vragen veel mensen aan mij van, goh, leer ik dan in de training ook wat ik moet eten? En dat is eigenlijk het antwoord nee.
Maar we besteden daar heel even tijd aan. Want al die bouwstenen die achter dat chemische proces zitten, die moeten natuurlijk wel je mond inkomen. Er moeten wel stenen binnenkomen, zeg maar, om zo'n mooi bouwwerk van die biochemie te kunnen gaan maken. Dus ik denk dat gezond eten wel heel belangrijk is. En ik geloof er ook in dat daar weer heel veel visies over zijn. Als intermittent fasting. Je gaat allemaal wel snappen waarom mensen geneigd zijn dat te doen. Of op een bepaalde manier te eten. Of wel of geen koolhydraten. Je gaat wel snappen hoe dat werkt. En ik geloof erin dat je dan vooral je eigen keus moet maken wat bij jouw systeem op dat moment het beste past. En dat voel je alleen maar door het gewoon te gaan experimenteren. Ja. Ja. Dus ik voel het heel belangrijk, maar ik heb geen... ik hoop dat ook te zeggen dat ik niet van steeds één advies ben. Nee, ik kan je systemen leren en je moet zelf je eigen adviezen gaan maken daarop. En gaan voelen wat werkt bij mijn systeem het beste. Ja. Ja. Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En dus ook qua eten, op welke tijdstippen je zou gaan eten, is dat dan ook heel persoonlijk of zijn er wel een aantal richtlijnen? Er zijn verschillende stromingen. En eten is op zich wel een activiteit waardoor je systeem even zakt in zijn actiestofjes. Als je echt gaat spijsverteren en je neemt daar ook echt de tijd voor, dan zak je ook in die stofjes. Dat is ook het moment dat je de after lunch of de after dinner dipped hebt. Hè. Dan kak je eigenlijk een beetje in. En dat komt omdat je lichaam, die cortisol, die gaat ervoor zorgen dat de spijsvertering gewoon weer lekker op gang komt. Omdat de cortisol een stukje zakt. Dus eten heeft wel heel duidelijk veel invloed op dat stresssysteem. En dan kan je zelf heel goed kijken waar jouw beste eetmomenten liggen in verhouding tot jouw biochemische beweging daarin. Ja, mooi. Nou, dat is denk ik iets wat je ook dus moet gaan onderzoeken. Ja. Pim, die vraagt zich ook, hoe kijk je aan tegen het vasten? Hoe kijk je daar tegenaan, tegen vasten inderdaad? Of laat ik het anders zeggen, wat wij tegenwoordig doen, dat is intermediate fasten. Ja. Dus wij starten, de eerste maaltijd is pas om 12 uur. En de laatste maaltijd is voor 8 uur. Dat is wat wij proberen. Dat is hier in Spanje af en toe lastig. Dat mensen heel laat uit eten gaan. Maar ik denk 5 van de 7 dagen redden we dat inderdaad wel. Zitten we in dat ritme. En dat voelt op dit moment goed en daarom doen wij dat. Ja. Hoe kijk jij naar vasten? Ja, wel heel positief. Want als je kijkt naar die systemen. We hebben nog steeds een oersysteem. En vroeger als jager hadden we ook niet meteen om 's ochtends meteen al de eerste proviant te pakken. Ja. Dus ik geloof heel erg in. En juist eerst bewegen met honger. Hè, dat is eigenlijk die rit tot 12 uur. Dan komt dat stuk voeding eigenlijk pas. Dus ik snap dat dat past in heel veel systemen. Ja. Ja, biochemisch vind ik dat een hele logische keuze. Ja, ja. Ah, wat mooi. Nee, je ziet het ook echt in opkomst dan. Ja. En daarnaast denk ik, wat wij zelf persoonlijk aanhouden, is gewoon heel veel groente en fruit eten. Ja. En heel veel verschillende soorten groente en fruit eten, sporten. Ja. Het maakt echt een heel groot verschil. Is het ook iets in je training wat we leren, en even niet meer over de voeding, maar... ik denk dat in het leven onze disciplinespier, dat ook heel erg belangrijk is om te trainen. Hebben we daar ook invloed op met onze biochemie of de breinprogramma's, dat we gewoon makkelijker meer discipline hebben in het leven? Ja, dat is, ik denk dat we het allemaal hebben, discipline, maar dat er een hele hoop breinprogramma's zijn die de discipline teniet doen eigenlijk. Ik denk dat we allemaal wensen hebben en vanuit ons bewuste systeem denken we, oh, dat gaan we echt doen en we gaan dat volhouden. Maar er is een breinprogramma wat je dan in de weg kan zitten en die gaat dan zo lopen drammen en allemaal redenen ook in je brein geven om het juist niet te doen. Dus het brein gooit vaak roet in het eten als je discipline mist. Dus als je die breinprogramma's op weet te ruimen, of op weet te schonen noemen we dat ook wel, dan kan die discipline gewoon weer plaatsvinden. Dan kan die ongestoord zijn ding doen. Want ik denk dat we dat allemaal in ons hebben. Het is een natuurlijk gegeven. Ja. Ja. Want hoe kan het toch dat je weet dat sporten goed voor je is, maar dat je er toch niet altijd tijd voor vrijmaakt, zeg maar. Waar zit het in ons brein dan? Waar zit de kortsluiting? Ja, dan lonken soms voor een brein hele andere routes op zo'n moment. En misschien denkt je brein van, oh, moet ik me gaan inspannen? Oh, nu even niet. Of een programma van, goh, kan ik dat nu wel? Of verschillende programma's kunnen daar roet in het eten gooien, waardoor we het toch niet doen. Ja. Ja, nou, dat is interessant.
daar moeten we denk ik ook meer over weten. Ik wil even het moment aangrijpen, nog even voor een Instagram momentje. Dus ook samen met de kijkers. Pak heel even je telefoon erbij en dan maken we nog even een foto van deze live show. Je kunt die dan ook vervolgens met ons delen op Instagram. Tag ons eventjes, apenstaartje Nicole Stijn. Wij zullen hem ook weer reposten voor je, de foto die je deelt. Dus pak even je telefoon erbij, ik heb hem er ook bij. Ik maak ook even een fotootje van ons, Chantal. Ja. Even kijken, komt-ie, zitten we in beeld? Ja, komt-ie. Hartstikke leuk als je een fotootje van ons maakt, mag ook nu nog gewoon. En deel die even met ons apenstaartje Nicole Stijn. Zet er een leuk tekstje bij wat je hebt vandaag. Of waarom je iemand anders aanraadt om deze live show te kijken. Laat even weten. Ik ben wel benieuwd voor de kijkers. Wat heb je opgestoken van deze live show? Wat neem je mee naar huis? Laat het eventjes weten ook in de chat. Dat je denkt van hey, dat was een mooi inzicht wat ik al heb opgedaan. Laat het even weten. En mocht je nog een vraag hebben, dan is dit je laatste moment om nog een vraag te stellen. En anders gaan we zo de live show gaan we dat afronden. Eens even kijken. Wim die vroeg zich af, wat is het beste tijd om te sporten? Ah ja. Ja. Ik denk tussen 10 en 3. Ik denk dan zijn wij als mensen gewoon... Dan zijn we gewoon op zijn best om te presteren. En ik denk dat een sportprestatie vraag, als je het maximale eruit wil halen, daar het beste past. Ja. Ja. Tussen 10 en 3. Ja. Oh ja, die had ik niet verwacht. Dat is dan een soort tweede keus. Zeg je, nou dat lukt me echt niet, of dat past niet bij die sport, of dan wordt die sport niet gegeven. Zorg dan dat het voor 8 uur in ieder geval heeft plaatsgevonden. Ja. Ja. Dat heb ik heel vaak gemerkt toen ik in Breda woonde en dan deed ik daar tennissen 's avonds. Dan konden wij vaak maar de baan op om 9:30. En dan kwamen we om 11:00 de baan af. Om 10:30 lag je dan op je bed. Ja, ik kon gewoon niet in slaap komen. Gewoon. Nee. Is het dan die adrenaline die dan nog bezig is, zeg maar? Ja, eigenlijk alle drie die stofjes, maar we noemen heel vaak de adrenaline. Maar dan zitten we eigenlijk nog te hoog in die actiestoffen. En dat is eigenlijk allemaal anti-slaap. Ja. 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 Dus nog heel even kort over beter slapen. 3 uur van tevoren geen alcohol meer. 3 uur van tevoren niet een actieve sport hebben gedaan. Ja. En eigenlijk betere slaap begon ook bij het begin, toch? Van je dag, zeg maar. Ja. Dus tot 10 uur ben je wel actief, maar ga je gewoon mooi de stofjes aanmaken. Wat ook nog wel een goeie is, en hij ligt nog een beetje, ik zei het er straks, ik heb een zoon van 14. En als je het dan even over slaap hebt, die is erg van het snoezen. En snoezen is bijvoorbeeld de natuur gaan tegenwerken. Want je wordt wakker, hè? Je hebt die stofjes aangemaakt om wakker te worden. En dan leer je systeem, oh nee, ik ga weer slapen. Dus dan ben je heel vaak rond dat slaapwaakpuntje aan het heen en weer gaan. En zo leer je het systeem eigenlijk af hoe meteen zo, wat jij eigenlijk beschrijft, wakker te zijn en kwiek te zijn. En dat is hij zichzelf ongelooflijk aan het afleren. Maar mijn puber, die vindt de adviezen van zijn moeder op dit moment niet aantrekkelijk. Dus als je het hebt van een goede nacht... begint ook al gewoon, let eens op hoe je wakker wordt. Daar begint goed slapen eigenlijk al. En dat dus niet snoezen. Ja, ja dat is ook een goeie. Ja. Ja. En zou je ook niet met rolluiken dicht slapen, maar gewoon met gewoon het daglicht naar binnen laten komen? Ja, of in ieder geval gordijnen nemen waarbij je nog steeds zeg maar een dag- en een nacht licht hoeveelheid naar binnen krijgt. Ja, ja. Ja. En stress, hoeveel invloed heeft dat op onze slaap? Gewoon stress gedurende de dag, zeg maar, of vanuit werk? Ja, stress is natuurlijk die actiestofjes die omhoog gaan. Dan heb je veel stress, veel druk, dan zijn die stofjes heel erg hoog. Ja, dat betekent dat je heel flink moet kunnen zakken om weer naar dat grote goud te gaan. Ja. Ik hoop dat dit bij mensen bewust komt. Dat het aankomt van, weet je, als je nu in zo'n cyclus zit van alleen maar presteren, veel druk, veel stress, weinig slapen, onregelmatig slapen. Dit ga je niet jaren volhouden gewoon. Je moet ingrijpen. En die stress is ook heel verantwoordelijk. Je brein is heel verantwoordelijk voor hoe jij stress ervaart. Hè? Want misschien heeft een collega
of een collega ondernemer er eigenlijk helemaal geen last van. Het is wat jouw brein vindt van de situatie. En het ene brein denkt, oeh, oppassen. En het andere brein denkt, oh, we zien het wel. Dus dat brein speelt zo'n belangrijke factor in de hoeveelheid stress die je ervaart. Ja. 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 Dus dat is ook mooi hoe je daarmee kunt sturen. Maar ook hoe belangrijk je omgeving is, weet je. Ik hoor ook wel eens van mensen die er trots op zijn dat ze om 5 uur 's ochtends alweer in de auto zitten. En dat ze om 7 uur 's avonds thuis komen. En het gevoel van wauw, zie mij en hoe hard ik werk. Zo, snap je. Nou, dat zou voor hem kunnen werken, maar het hoeft niet voor jou te kunnen werken. Maar grote kans dat het voor hem het uiteindelijk ook gewoon sloopt. Dat ons lichaam is daar helemaal niet voor gemaakt dan. Zeg ik dat goed zo? Ja. Ja, ja, ons lichaam is daar niet voor gemaakt. En dan maak ik eigenlijk nog een mooi bruggetje, want anders hebben we dat puntje niet. Die anderhalve meter nu. Oh ja, shit, zijn helemaal vergeten, die anderhalve meter. Mag ik dat hier nog even doen? Want dat... Ja, ja, dat vond ik eigenlijk super belangrijk. Stom dat ik dat niet eerder heb gesteld. Ja, als je zegt, dat zijn we niet voor gemaakt. Dat was voor mij even de trigger, dat ik dacht, ja, we zijn er eigenlijk ook niet voor gemaakt om zo op afstand te moeten werken. Ons systeem, wij maken oxytocines aan. Dat zijn eigenlijk weer de knuffelhormoon, wordt dat ook wel genoemd. Maar die zorgen er ook voor dat die stressstoffen naar beneden gaan. Nou, in deze tijd waarin we natuurlijk veel beeldschermwerk doen, of veel op afstand ook met elkaar werken, maar ook letterlijk elkaar niet meer aanraken, krijgen we een soort tekort van die hoeveelheid oxytocine. En je hoort het al, dat is ook weer een hormoon. Dat geeft weer, dat is weer van invloed op die actiehormonen. Die actiehormonen kunnen nu meer stijgen, eigenlijk omdat er minder oxytocine wordt aangemaakt. Dat is eigenlijk een beetje de tegengif, zeg ik wel eens. En dat is wel wat veel mensen, of wat ik nu, die vraag krijg ik vaak vanuit bedrijven van goh, Chantal, we merken dat we met z'n allen een beetje inkakken of een beetje bedroefd iets krijgen. En, of heel gestrest. Ja, dat zijn wel dingen, hè, doordat we dat nu zo moeten doen, dat heeft allemaal, is dat van invloed op die stofjes. En op ons welzijn. Maar ook op ons brein. Ja. En welke stofjes worden er nou aangemaakt als je elkaar aanraakt, zeg maar? Dat is de oxytocine. Maar we hebben natuurlijk ook nog de dopamines. Hè, dat als we tegen elkaar zeggen van, oh, goed gedaan. Hè, dat, en of die knipoog, of even die blik kan al genoeg zijn dat je ziet in iemand die zegt van, oh, goed gedaan, of blij, ik ben blij van jou. Daar maken we ook allemaal weer beloningsstofjes op aan. En dat hele spel gooien we nu natuurlijk ook wel een beetje in de war. Of het virus, zo zeggen, en alle aanpakken. Ja. Ja, dus dan eigenlijk om een virus te overwinnen, moet je jezelf je immuunsysteem vergroten en sterker maken. Maar eigenlijk wat we doen door afstand te houden, elkaar niet meer aanraken, komt die oxytocine, komt dus minder vrij. Ja, die komt minder vrij, ja. Met als gevolg... Waardoor we stress ervaren en ons immuunsysteem een tandje naar beneden gaat. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel tegenstrijdig in het beleid wat nu gevoerd wordt. Dus meer stress, maar mensen vaak ook depressiever. We horen het ook steeds meer in het nieuws. Hè? Steeds meer mensen die aan zelfdoding, zelfmoord plegen. Of hoe noem je dat netjes? Suicide? ik weet even niet het nette woord ervoor. Ja. Dat is natuurlijk heel triest. En ook veel jongeren hè, die met burn-outs te maken hebben, depressief zijn. Ja. Wauw, ik denk dat het echt tijd wordt dat we meer weten, dichter bij onszelf blijven. En meer weten over onze biochemie en brein. En daarom dat we je ook hebben uitgenodigd voor deze sessie, Chantal. Ik wil je enorm bedanken voor alle tips en inzichten die je hebt gegeven. Ook voor mij persoonlijk, weet je, hoe ik in een gesprek, als die vraag komt en ik even dichtsla, dat ik weet wat te doen. Ja. Dankjewel daarvoor. Enorm dankbaar voor. Alle kijkers, jullie ook weer bedankt voor jullie goede vragen die jullie hebben gesteld voor het meedoen. Helemaal top. Dankjewel. Nou, jullie weten, als je met Chantal wil samenwerken, ga naar followyourwind.com/topstate. TOPSTATE. Daar kun je met haar samenwerken. Er is gewoon een inschrijfformulier wat je kunt invullen. Je krijgt dan een gesprek met Chantal. En dan gaan we eerst eens kijken of jullie een goede match voor elkaar zijn. Om aan je energielevel te werken. Voor jou heb ik ook nog iets, Chantal. Je bent natuurlijk nu in onze live show geweest. En eigenlijk als vriend van de show wil ik jou ook graag iets aanbieden. Ik vind het super mooi dat steeds meer mensen hun eigen winst mogen. En dat jij hen daar ook helpt, weet je. Hoe kan je, wat jij ook telkens zegt, weet je. Er is niet
één richtlijn voor iedereen, maar je moet eruit pakken wat werkt voor jou. En ga nou zo dicht mogelijk bij jezelf komen en je eigen wind volgen. Dat is wat wij ook nastreven met de For Your Wind Live Show. En daarom hebben we ook een merchandise lijn opgezet om mensen eraan te herinneren dagelijks door het te zien, Follow Your Wind, in een cap of in een t-shirt van, oh ja, ik mag gewoon mijn eigen wind volgen. Ik wil jou graag ook een t-shirt aanbieden. We hebben een sport-t-shirt. Of een gewoon t-shirt. Dus even kijken, het sport t-shirt is met Mission Possible. En die hebben we ook in verschillende kleurtjes. Van heel heftig tot wat lichter. En we hebben ook een gewoon t-shirt. En die hebben we ook in de kleurtjes roze, zwart, donkerblauw en rood. En deze is net nieuw. Deze draagt Nicole, mijn vriendin, die draagt die heel graag. Dat kan ook. Ook een t-shirt voor vrouwen. Iets hipper, denk ik nog. Wat vind je leuk, Chantal? Poeh. Ik ook voor dat damesshirt. Deze bovenste? Ja, van Nicole. Oké, hartstikke goed. Dan blijf eventjes hangen. Dan stemmen we het even af over de maat en de kleur. Voor iedereen super bedankt voor het kijken. Wil je jezelf nog meer je eigen wind volgen? Wees vrij om iets aan te schaffen uit onze webshop. We hebben het zowel voor mannen als voor vrouwen. We hebben tegenwoordig ook een tas en we hebben ook een kinderlijn. We denken dat het ook belangrijk is voor kinderen. Dat ze bewust ervan zijn dat ze echt hun eigen wind mogen volgen in hun leven. En dat je daar ook het goud vindt gewoon in je leven. Door juist je eigen wind te volgen. Hoop dat jullie dat kunnen waarderen. Iedereen super bedankt. En ik zou zeggen tot volgende week. Dat zou ik nog eventjes zeggen. Volgende week hebben we een nieuwe gast. En volgende week gaan we het hebben over meer over financieel slimmer worden. Dus gaan we eens kijken naar onze financiën. Hoe slim we ons geld kunnen investeren. Zodat het ook voor ons gaat werken. Ik heb voor jullie een vastgoed. Ondernemer uitgenodigd. Hij was vandaag ook in de live show. Pim van der Vlist. Top dat je erbij was vandaag, Pim. En volgende week is hij zelf de gast in onze live show. Vastgoedondernemer dus. En we gaan het hebben over duurzaam beleggen in vastgoed. Dus we gaan veel meer kijken naar van, hey, wat zijn goede vastgoedbeleggingen die een eerlijk rendement geven voor de lange termijn, zonder dat je daar kopzorgen over hebt. Pim heeft zelf ook vastgoed. Hij koopt het, hij verkoopt het. Hij beheert het ook voor anderen. Hij beheert een hotel, een casino, restaurants en winkels. Dus hij zit heel diep in de vastgoed, weet daar ook veel van af. Hij heeft zelf ook een vastgoedfonds, waarin hij dus in vastgoed investeert. En jij kan een obligatie daarin aannemen, een aandeel nemen. En dat is al vanaf 5000 euro. Kun je op die manier al beleggen in vastgoed. Zonder dat je het zelf allemaal hoeft te regelen en te organiseren. Daar gaan we het ook over hebben. En nog meer interessante dingen die we gaan bespreken. Dus vandaag mentaal sterker. Volgende week is het financieel slimmer. En die twee bij elkaar. Dat leidt tot een heel mooi leven op je eigen voorwaardes. En dat is waar Follow Your Wind ook voor staat. Dus ik kan zeggen bedankt. En tot volgende week weer. Ciao, ciao. Doei. Bedankt, Stijn. Ja, blijf even hangen nog. Doei. Dan zien we elkaar offline.